Welkom dames en heren in deze vijfde video in de reeks van het thema media. We gaan het in deze les hebben over paragraaf 5.4 en we bespreken hierbij eigenlijk wat de invloed van media op jouw gedrag is. En dit komt eigenlijk een klein beetje voort uit het onderdeel socialisatie, hè? Want we weten dat media daar een rol in spelen en we weten dat je van media gebruikt, dat je daar dingen van leert. Nou is alleen de vraag voor deze les, hoe groot is nou die invloed op jouw gedrag? Is dat heel erg groot of is dat heel erg klein? Als we gaan voor het thema, nou dat is best wel eens groot, dan zouden figuren als Adolf Hitler, zoals je hier op de foto ziet, natuurlijk heel veel macht over jou hebben. Want zij gebruikten de media, maakten daar propaganda en indoctrineerden jou via de media. Dus ja, dan is dat waar. Maar tegelijkertijd weten wij ook dat de foto rechts, dat die natuurlijk, hè, Trump zie je een beetje en je ziet dat hij gekust wordt door Kim Jong-un. Je weet dat dat niet waar is. Dus je neemt het niet zomaar over. Ja, het is een beetje lastig. Dus we moeten eens vandaag gaan kijken, hoe groot is die invloed nou eigenlijk? Wat is daarbij het doel? Je moet maar daar kunnen uitleggen hoe dat zit. En ik kan dat doen aan de hand van een verhaaltje over beeldvorming. En ik zal je daarna nog wat uitleg geven over hoe zuivere media eruit moet zien. En over de gevaren van media. Dus waar moeten we nou voor oppassen? En als eerste, een klein verhaal. Je ziet hier een afbeelding. Je ziet op die afbeelding dat een aantal mensen, die zijn een olifant aan het onderzoeken. Ze zijn eigenlijk aan het kijken, blind, wat is nou voor hen een olifant? En ieder komt, als ze op een andere plek staan, op een andere conclusie. Nou, dit is eigenlijk een klein beetje een anekdote voor hoe de macht van media erbij voor heel veel mensen uitziet. Een heleboel mensen zegt, media hebben niet zoveel macht, want zij kunnen niet bepalen waar jij zit. En hoe jij naar iets kijkt. We hebben daar een theorie voor en daar kom ik later op terug. Eerst even een paar uitgangspunten. We gaan ervan uit dat in een democratie, zoals die in Nederland, dat media zuiver zijn. En dat betekent dat ze waarheid zeggen en dat het klopt wat ze zeggen. Een democratie draait erom dat er zuivere en ware informatie is. Als dat er niet is, dan hebben we echt een probleem, want dan is het beeld wat jij van de wereld hebt, is gewoon niet juist en niet betrouwbaar. Dat betekent dat je gewoon niet je goed kan informeren in politici, niet kan informeren in wat er in Nederland gebeurt, dat er voor je gelogen wordt, nou dat zou niet zo mogen zijn. Wat hebben wij aan tools om dat te beschermen? Nou, als eerst hebben wij daarbij de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid om dat te beschermen. Je mag in Nederland je mening uiten en dit mag je publiceren. Er zijn wel een paar regels om dat te beperken. Zoals bijvoorbeeld het zaaien van haat, dat mag niet, je mag niet discrimineren, je mag niet oproepen tot geweld. Ja, allemaal logische dingen, denk ik. Dat is logisch. Maar daarnaast is het wel handig dat je gewoon mag zeggen wat je vindt. Ook al ben je het een keer met Rutte niet eens. Of ook al ben je het ineens met beleid van Nederland het niet eens. Je moet die mening kunnen vertellen. En media moeten jou enigszins daar de ruimte voor geven. En moeten zelf dat natuurlijk ook kunnen. Zij moeten hun mening kunnen uiten. Kunnen ze dat niet, dan is er vaak sprake van censuur. En in dictaturen mag dat ook niet. Media staan er onder controle van de overheid. Dat betekent dat media eerst toestemming moeten vragen aan de overheid. Mag ik dit publiceren of niet? En als de overheid het goedkeurt, dan mag het, anders mag het niet. We noemen dit ook wel censuur en indoctrinatie. Media vervullen daarnaast drie maatschappelijke functies voor Nederlanders. Ze zijn aan de ene kant onze informatiebron, dus ze hebben een informatiefunctie. We gaan ervan uit dat die informatie die zij geven, dat die vrij en waar is. En zij gaan er alles aan doen. Je hebt eerder al gezien bij nieuws dat zij betrouwbaarheid moeten controleren. Hè? Dus we gaan ervan uit dat zij dat ook doen als media. Dat zij horen en wederhoor plegen, dat ze de bron checken. Dat ze zeker weten dat er geen belang is bij degene die het nieuws heeft gebracht. Dat doen zij voor ons. Daar gaan we vanuit. Ten tweede hebben zij ook de mogelijkheid om controleren. Of politici wel doen wat ze beloven. We noemen dat de controlefunctie, of eigenlijk de waakhondfunctie. Media houden jou een soort van in de gaten, zoals je op het plaatje onderin ziet. Ze checken of politici wel hun best doen. En daarnaast ook de socialiserende functie. Media leren je gedrag aan en brengen je in contact met mensen. Dat versterkt de sociale cohesie. Dat versterkt dat we meer ons Nederlander voelen. Meer ons in de maatschappij willen staan. Moeten ze dus wel goed doen. Ja? Oké. Hey, even een paar gevaren. Als eerste beeldvorming. Je ziet hier zometeen een filmpje. Dit filmpje ga ik je niet laten zien. Maar je ziet in dit filmpje, wat je in de les wel gaat kijken, een waarnemingstestje.
En er wordt jou gevraagd om in dit filmpje om iets te bekijken. En ik zal hem in de description er natuurlijk bijzetten. Kijk dat filmpje nou eens. En hoe stuurt dit filmpje jou nou om, zeg maar, in wat je ziet en hoort? We noemen dat ook wel selectieve waarneming of selectieve perceptie. Dus ja, kom ik later op terug. Tweede stukje. Wat we hiervan leren. Is ook een gevaar. Hè? Dit is een spelletje wat ik ooit gespeeld heb. Call of Duty Modern Warfare 2. De meeste mensen die deze missie hebben gespeeld ooit, die weten waar dit over gaat. In de les gaan we het eens kijken. En ja, kijk de video. En vraag je nou eens af van, ja, als kind, hè, wat leer je nou van? Wat is nou hetgene wat zij aan jou communiceren wat normaal is en wat niet? Goed. In de les hebben we het hier later of meer over, uiteraard. Dan. Wat als media niet zuiver zijn? Nou, dan kom je in een dictatuur uit. En in een dictatuur wordt de media gebruikt om de beeldvorming van mensen te beïnvloeden. Dus dat betekent, ze laten je iets zien waarvan ze weten, dit is vals, dit is niet waar. We noemen het ook wel informatie weglaten, of informatie wordt veranderd. We spreken van manipulatie, of we spreken van censuur, omdat informatie niet wordt gegeven. Als media dat continu doen, continu je de verkeerde informatie geven, dan spreken we van indoctrinatie. Stel, hè, als we gaan kijken weer naar de Tweede Wereldoorlog, Nazi Duitsland, hoe hebben kinderen daar geleerd dat Joden bijvoorbeeld slecht zijn? Doordat het in de schoolboeken stond. Doordat het continu aan hun werd verteld. En hoe vaker je een boodschap herhaalt, hoe beter het ook aankomt. Hoe meer mensen het aanleren. En als je dat vals doet, ja, dan spreken we van indoctrinatie. Dat willen we natuurlijk niet. Plus, nepnieuws gebeurt ook nog. Nepnieuws willen we natuurlijk ook niet, hè, dat dat gebeurt. En nepnieuws, mensen, dat is natuurlijk ook een behoorlijk gevaar. In dit filmpje zie je nog iets over macht en media. Daar ga ik je in de les iets meer over vertellen. En dan nog deze. Naast nepnieuws hebben we ook een zogenaamd filterbubbel. Een filterbubbel is dat media jou ook kunnen beïnvloeden. En ik vond dat Arjan Lubach daar een heel mooi filmpje over heeft gemaakt. Hij schijnt hem wel gejat te hebben, maar goed, dat maakt me niet zoveel uit. Media hebben namelijk een belang bij het feit dat je kijkt. En dat je doorklikt, dat je scrolt naar beneden. En zij maken daar, door middel van algoritmes en computers, maken ze daar heel makkelijk gebruik van. En wat ze doen, is, ja, heel simpel. Zij gaan gewoon zorgen dat je door kan klikken. En dat je continu dezelfde content ziet. Want, ja, in YouTube maakt het er geen bal uit wat jij denkt. Het gaat erom dat je maar kijkt naar hun advertenties. Meer niet. Daarnaast hebben we ook een filterbubbel. Als jij bepaalde informatie tot je neemt, en dat met mensen gaat delen die hetzelfde denken, ga je een soort van bubbel van mensen om je heen creëren. En dat is natuurlijk ook niet goed voor de beeldvorming, want je ziet dan dus alleen maar je eigen materiaal. Dan ben je dus selectief aan het waarnemen, want je ziet alleen maar wat je interessant vindt, en niet waarvan je het niet mee eens bent. Trump is daar een hele goede in. Maar goed. Wat je nu kunt gaan doen, is je kan in principe gaan doorwerken met het boek. We gaan in de les de video's verder toelichten en we gaan nog wat opdrachtjes doen om gewoon even dat gevoel van beïnvloeding te ervaren. En ik hoop dat je dan uiteindelijk mij kan uitleggen hoe media invloed probeert te hebben op jouw gedrag. En ja, is dat nou succesvol of niet? Ik weet het niet. Dat is aan jou om te beoordelen. Ja? Hey, tot de volgende video en ik zie jullie later.